We hebben hier de spullen aangetroffen waarmee je een wietkwekerij, een hennepplantage, kunt inrichten en onderhouden en dus ook de plantjes kunt kweken. Op 1 maart is de opiumwet aangescherpt en dat betekent dat ook het voorbereiden van de teelt van hennep, het kweken van wiet, dat dat verboden is in Nederland. En vandaar dat we bij dit bedrijf naar binnen zijn gegaan, want dit bedrijf verkoopt spullen om wiet en hennep te kunnen telen. Lampen, voedingsstoffen, ontluchtingsmateriaal, bevloeiingsspullen, waterpompen, dat soort dingen. Dat staat hier allemaal opgeslagen. Dat mag niet meer verkocht worden, want dat is een voorbereidingshandeling. En vandaar dat we hier 3 arrestaties hebben verricht en al deze spullen hier in beslag gaan nemen.